for light on in the wild. Charlotte Jacoba Maria Mutsaars is een Nederlandse schrijfster, essayiste en kunstschilderes. Ze is geboren op 2 november 1942 in Utrecht. Ze groeide op met Pim, een gladde fox terrier. Vanaf haar eerste sliep ze met Pim in een kist. Van poppen hield ze niet, in plaats daarvan verzorgde ze komkommers. Als deze rot waren geworden, begroef ze in de tuin. Al snel kreeg ze een liefde voor dieren. Samen met haar moeder ging ze altijd naar Artis met een tas vol met eten voor alle dieren. Haar vader was kunsthistoricus en werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Zelf had hij een eigen verzameling van uitgeknipte kunstplaatjes. Op die manier kreeg Charlotte een enorme kennis van schilderkunst. Na haar gymnasiumopleiding studeerde ze Nederlands in Amsterdam en werd daarna docent Nederlands aan het hoger beroepsonderwijs. Tegelijkertijd volgde ze een avondopleiding tekenen en schilderen aan het Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hierna gaf ze ook meer dan 10 jaar les op de academie als docent tekenen. Samen met haar hond en man woont ze nu afwisselend in België, Frankrijk en Amsterdam. Ze heeft dus 3 verschillende huizen en reist daar een beetje tussen rond. Charlotte heeft veel gereisd. Eerst met de auto de eend en later maakte ze, samen met haar man, enorme fietstochten met de hond achterop. De campings raakten echter vol en het geblaar van de kinderen op de campings werkte hen op de zenuwen. Vandaar dat ze nu meestal op één plek blijft wonen. De nieuwe Lelystad speelt een rol in haar laatste roman, Koetsier Herfst. Ze heeft er lang gewoond, maar ze woont er al jaren. Koetsier Herfst is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Dat is een prijs voor de beste Nederlandstalige literaire fictie. Charlotte schreef onder andere de boeken Koetsier Herfst, Paardenjam en Zeepijn. Hier volgt een stukje uit Zeepijn. Als kind had ik 2 beroepen, detective en dierenarts. Detective ben ik nog steeds, maar dierenarts heb ik laten varen. Dat is de schuld van een oppas geweest. Die wou zich bemoeien met dingen waar ze geen verstand van had. Toen is het misgegaan. Na mijn 50ste verjaardag droomde ik dat ik gewurgd werd. Ik wou de wurgende handen losmaken van mijn nek, maar dat ging niet. Het waren de handen van mijzelf. Toen heb ik gedacht, ik leef verkeerd. Als ik zo doorga, beknal ik gegarandeerd mijn hele toekomst. Nog een uur later ben ik mijn geluk gaan zoeken in het Vondelpark. En blijkbaar was ik erg gemotiveerd, maar ik had het in no time gevonden. Ach, als geluk toch eens iets blijvends was. Maar wacht, laat ik me eerst even voorstellen. Naast schrijven en schilderen bespeelt Charlotte ook de trekharmonica. Toch blijft schrijven haar lievelingsbezigheid. Schrijven geeft haar rust. Ze heeft veel angsten en als ze schrijft is er geen plek voor die vervelende gevoelens. Mijn angsten krijgen gewoon de kans niet om hun kop uit te steken, zegt ze. Een van haar grappige talenten is dat ze achterstevoren kan zingen, praten en dat ze in spiegelbeeld kan schrijven. Maar laat eens horen, ja. Want ik ben natuurlijk gek op circusvoetjes. Ja, ja, maar dat is dan net als dat je iemand die Italiaans of Frans kan spreken, dat je zegt, zeg eens wat, hè? Nou, zeg eens. Ik weet prom niet meer wat ik moet zeggen. Nou, zeg iets over Aladdin bijvoorbeeld. Nederland. Nederland. Tesserijen, Leekuel. Wat is dat? Het is hier heel leuk. Het nieuw, het Kaams, de Joch. Wijn smaakt goed. Nog een glas? Graag. Rond haar 40ste begon Charlotte met schrijven. Ze heeft 13 boeken geschreven. Ook heeft ze veel verschillende soorten prijzen gewonnen met haar boeken en schilderboeken. Een van de levensverhalen van Charlotte was toen ze 2 weken oud was. Toen ze 2 weken oud was, kreeg ze namelijk kinkhoest. In die tijd was dat een hele gevaarlijke ziekte en eigenlijk overleed iedereen eraan. Wonder boven wonder overleefde Charlotte het. De dokter zei dan ook, deze baby is van beton.
En ze is ook van beton. Ze heeft zoveel meegemaakt en nog steeds staat ze er als een sterke vrouw. Charlotte is topwijf.